best nou wel nerveus. Van tevoren nog niet, maar ik denk nou, dit is toch wel spannend. Kom op, hè, jongen. It cut me deep. And it cut me wide. This gut rock feeling. I got inside. I blame you. But it's really me. I can't be myself. Oh, jealousy. Druk maar af, jong. En hij staat nog steeds met zijn hand in zijn zak. Jealousy, it's plain to see. I love you so much. Oh, it's killing me, babe. Jealousy, I think it's much. What? It's in my veins. It's in my blood. Jealousy, it's plain to see. I love you more than you love me. Vertel wie je bent. Ja. Ik ben Wim van Gennep en ik kom uit Lommel. Hey Wim, dat is echt nu even een momentje in de audities waar veel mensen... Allee, ik ga niet spreken voor de rest, maar voor mij persoonlijk is dit echt een van de hoogtepunten. Dank je wel. Ja, echt wel. Het voordeel van jou is... Kijk, als ik het puur even als competitie beschouw, de Voice, er zullen er geen twee rondlopen zoals jij. Wat dat betreft ben je uniek. Maar los van de competitie van de Voice is het ook gewoon heel uniek wat je doet. Want je hebt een ease van zingen in hoogte, maar daar komt die rauwheid bij van jou, die niks geforceerd aanvoelt en die zoveel diepte en kracht aan een nummer geeft dat het een zaligheid is. Dank je wel. Echt knap gedaan, hè? Wim, ja. Het zal wel duidelijk zijn dat wij alle drie heel erg onder de indruk zijn. Ik wil je ook feliciteren met je keuze. Je zong je eerste zin en ik heb meteen bij die eerste zin afgedrukt. Omdat ik iets had van... Dat is de stem die een nummer van Frankie Miller verdient. Om niet te zeggen, ik wou dat ik kon zingen zoals u, Wim. En dat meen ik vanuit de grond van mijn hart. Ja, dank je wel. Ik denk dat Wim goed gaat slapen vannacht. Ja, ik denk dat inderdaad de eerste keer is dat ik zo blown away ben nu. Want dat is een ruigte en een rauwte die dat wij allemaal heel hard craven. Die dat wij allemaal heel hard willen in ons team. Dat is gewoon zo. Dat is een soort van echtheid die niet meer echter zal worden. En dat is voor mij, gelijk dat Alex soms zegt, de perfecte imperfectie. En hoe dat je er ook staat, alleen inderdaad, je zet een figuur. Dat is plezant. Nee, dat is echt heel tof. Dat is heel tof. Ik vind het ongelooflijk tof dat je meedoet met The Voice. Ja. Wim, ik vond het te perfect. Ik vond het niet ruw genoeg. Allee, wat zie je er nou? Nee. Allee. Maar dat doet er niet toe. Kijk, je hebt drie mensen die voor u gedraaid hebben, dus... Maar hey, Wim, mogen we nog heel even weten... Als je je inschrijft voor The Voice, met welk perspectief dan heb je daarover nagedacht? Wat wil je bereiken? Of... Ik moest van mijn vrouw. Ah. En maar goed op. En dat is goed. Yeah. En als je moest van je vrouw je inschrijven, wil dat ook zeggen dat je vrouw bepaalt voor wie je nu gaat kiezen? Want anders moeten we die even op podium roepen, hè? Anders moet die even meekomen. Of ga je dat toch echt zelf beslissen? Nee, dat ga ik echt zelf beslissen. Oh, okay. Had al een duidelijk idee op voorhand.
Ja. Toch wel. Moet ik het zeggen? Ja. Graag. Dan kies ik voor Bart. Ja. En bedenk aan uw vrouw dat ze u heeft overtuigd om mee te doen. Wow. Ja! Hey, we zien ons, hè. We zien ons. Dank je wel. Is nog een reus ook.